Carlo Boshart werd aan het begin van het jaar geconfronteerd met heel nare geruchten. De presentator besloot direct aangifte te doen tegen zowel het programma Roddelpraat als tegen Juice-koningin Yvonne Coldewijer. Vanwege de geruchten werd hij aardig onder vuur genomen, onder meer door Jan Dijkgraaf en Martijn Koning. Het lijkt uiteindelijk een storm in een glas water te zijn geweest, want er zijn nooit bewijzen op tafel gekomen of eventuele betrokkenen opgestaan. Een meevaller voor RTL 4, want zijn tv-exit zou volgens kenners desastreus zijn geweest voor de zender. Uiteindelijk is hij volgens Rob Goossens gewoon te belangrijk om van de buis te halen. We zijn inmiddels 9 maanden verder en vrijwel niemand heeft het meer over deze Carlo Rel. Toch wordt de boel nu opgerakeld door zijn broer Ron Boshart, die er enkele vragen over beantwoordt in de weekend. Ron vindt het vooral fijn dat het nu weer uitstekend gaat met Carlo. Ja, natuurlijk is het een hartstikke leuke periode nu, hij gaat verhuizen, hij gaat trouwen. Alleen maar leuk. Doet al die positiviteit Carlo goed na die vervelende beschuldigingen? Dat weet ik verder niet. Ik heb het er eigenlijk ook nooit met hem over. Maar dat hij nu heel gelukkig is, kun je niet onder stoelen of banken steken. Het lijkt erop of Ron nooit echt bezig is geweest met deze vervelende periode voor Carlo. Daar sta ik eigenlijk ver vandaan. Carlo heeft dat helemaal zelf verwerkt en is daarmee bezig geweest. Hij besluit, ik heb het aangehoord en ik vind het voor al die mensen die beschuldigd worden altijd heel vervelend. Maar wat kan ik daar verder aan doen? Thank you.